Hey, ik ben Chester. Vandaag ga ik voor het allereerst met Dark Matter spelen op mijn account. Ik heb vrijdagmiddag eindelijk Dark Matter gehaald op mijn wapens. Dus daar ga ik nu ook vandaag gebruik van maken. Vergeet niet je blauwe duimpje omhoog achter te laten. Helpt mij enorm. We gaan met de Manowar spelen. Dus let's go! Aanschouw de Dark Matter camo. Eindelijk op mijn wapen. Zo leuk zien. Ben ik level 1000. Maar dit is natuurlijk wel even iets leuker dan level 1000 te zijn. De map is alleen niet zo leuk, maar ja, daar heb ik niet uit kunnen kiezen, want de game start en ik denk, ach joh, laat het playen. Waarom ook niet? Ik pak sinds nu altijd close quarter gunfights met RK5 erbij. Ik denk 10 keer beter dan de Manowar op korte afstanden. Oké, niemand hier. Teammate achter je rug. Zoals hij. Ik speel met combat focus. Ik zag hem. Ik speel met combat focus expres omdat best wel hoge streaks aan hem staan. Zoals de Talon, Raid en de Hater. Gewoon om even een keer voor de verandering met iets anders te spelen. Dus ik dacht, weet je waarom niet? Loopt hier boven, ik hoor hem top. Oh! Jezus, ik had die eigenlijk maar RK5 moeten hebben. Even hergenerate, swan 100% daar. Dus ik moet eigenlijk een betere angle hebben. Kijk, net zoals dit. Hij pusht niet. Ik vind het een beetje easy. Daarom dus, moet ik hoor ze lopen. Okay, ik heb nog 50 punten nodig voor mijn Talon. Kut. Oké, okay, let's go, ik heb allemaal streaks. Huppakee. Oh. Oh, kut, hij kwam in mijn rug. Oké. Ging 10-0. Raid in color, die kallen we gewoon in het midden van de map neer. En mijn Talon wordt een beetje mijn buddy die me gaat beschermen. Oké, dit wordt. Deze komt makkelijk met mijn Manowar pakken, let's go. Ik vind Exodus eigenlijk nog niet zo'n verkeerde map als ik eerlijk ben hoor. Het is gewoon. Ja. Een map die heel lang uit de game is geweest, waardoor niemand het eindelijk heeft gespeeld. Maar. Het is niet zo slecht om te spelen eigenlijk. Oh my god! Ik had echt een goede aim op hem, maar ik schoot alles mis. Oké. Talon blijft. Naar me toe komen. Oké, okay, pak mijn RK5 te. Ah nee. Oké, haal wel een RK5. Oh my, die Talon doet niks! Kills wat jongen, fucking 950 punten voor niks anders gehaald. Dat moeten we niet hebben. Dat ding doet echt helemaal niks. Dat ding doet letterlijk helemaal niks. Bruh. Jongens, gebruik nooit een Talon alsjeblieft. Oh, hij heeft 1 kill! 950 punten moet je maken, heb je 1 kill. What the fuck? Zo hé. Jezus, dat is een goede score, jongen. Die raad ik je dus niet aan om te gebruiken. Wat een puntenverspilling is dat, zeg. Oh my god. Kom op, team, ik wil wel het potje winnen. Kom aan. Exodus, ja. Het is een leuke map. Maar, ja, weet je. Wat ik al zei. Niemand had hem gespeeld. Ik zag hem door zijn active camo. Jezus, en ik hoorde hem. Maar, waarom? Hij was toen uit de. En dat is uit de standaard mappen gehaald. Omdat er een out-of-the-map glitch in was. Waardoor je heel de map uit kon ofzo. Heel even naar mijn sound luisteren. Hierom dus. Oké. Kom wat focus aan. Spannend hier. Ik denk het wel, zo te zien. Ho! Nice. Oké, ik heb wel aardig wat punten weer binnen kunnen halen. Dankzij mijn specialist. Ik wist dat hij daar was. Oké, nog 1 kill. En dan heb ik mijn Talon weer binnen. Mijn team is niet bepaald goed, want ze staat redelijk gelijk qua scoren. Snel. Oké, let's go, Talon. Kill hem, Talon. Nice, oké, daar heb ik mijn raid.
Doe nog één keer op precies maken. En dan heb ik mijn hater. De all-seeing eye. Let's go. Zo. Nu kunnen we weer even de enemy zien. Zo, kom maar op, jongen. Merciless again. Oké, hij loopt poesend door. Ga ik gewoon eventjes hierin, weet je waarom niet. Jou nog even snel killen voordat je naar binnen komt. Jou even snel killen. Jou even snel killen. Telen! What the fuck, maat? Oh my god, ik heb wel mijn combat focus. Oh, die kalk heel kut in. Shit. Die kalk echt heel kut in. Domste actie ooit dit van mij. Jezus. Kut zo zeg. Oh, jongens. Maar we gaan wel lekker. Dark Matter, de Dark Matter helpt ons wel naar de overwinning toe. Ik vind het er gewoon bruut uitzien, weet je. Gewoon level 1000 Dark Matter. Tenminste, een account dat niet geglitcht is, want heel veel mensen denken dat het fake is. Kijk alsjeblieft naar mijn oude video's. Dan zie je ook gewoon dat ik level 400 ben. Alles. Dus ga niet te snel dingen in. Met dat het direct fake is, want is het niet. Oh mijn god, hij heeft sowieso Extended Mac of zo. Ja, Extended Mac. Anders had hij me niet kunnen killen, want het is 3 burst. Met dit wapen. En hij had 4 burst nodig om mij te killen. Dus ja. Of 5 beurs, sorry. 5 beurs, want 3 keer ook als 15, 3 keer 5 is 15. Kijk. I get you, mate. Kom op, teammate, maak snel af. Kom hier. Hoppakee. Dat zou we roll. Hebben ze een UAV? Oeh, als we hem hebben gehad. Als we hem hadden gehad, jongen. Oh my god. Dan hadden we even kunnen knallen. Maar we hebben nog één combat focus. Maar ja, is niet meer echt nodig of zo. Kan wel eventjes in. En dat moet, maar dat kan. Ik denk dat we toch geen Taylor meer kunnen halen. Er zijn nog 4 kills. Het is mogelijk. Het is mogelijk. Nou, laat maar. Even mij. Klaar. Geen streaks meer halen voor ons. Maar we hebben wel 44 kills. Even kijken of we er misschien nog wat meer van kunnen maken. Komt hier iemand uit? Nope. En we zouden dus nog wel een streak kunnen halen. Nou. Daar gaan we niet echt iets aan hebben. Want de game zit hier op. 45 kills hebben we neergezet. En 11 deaths in totaal. Dus. Ik heb de Dark Matter Camel eindelijk gehaald. Ik ga nu door voor de Dark Matter op de Emic Grand FFR. En ja, ik heb verder rest heb ik nog niet echt wat andere wapens. Ik ga niet op die melee hebben doen, want het zijn echt kut challenges. Dus, thanks for watching. Als je blij bent, laat je me ook achter, helpt mij enorm. En dan zie ik je morgen bij een nieuwe video. Om 3 uur precies. Later.